更清楚多。有的比较真正的。对啊，就是那个反应的关键是二的感觉，还是在说这个。Son tente mi don, medrai lo che fai sì. Walla sin sui tre, so mec mio volle da fai, in ad un runetia. Ne van praxeri te chi. If me no sandwiches, tamara what's a sabor di palovi, de di me chari enja in mi hati. If tamara no sabo, I on sabi tak mi lo.
straat rijden. Dus linksachter. Ja, linksachter. Ja, linksachter. Ja, Thank you.
lekker.
Delen, wat
wat zo gewoon lijkt voor zoveel. Zolang het er maar is, was je nog maar even hier, kon ik nog maar even van je leren, wat ik niet eens meer wil proberen. Omdat ik je zo mis, kon ik maar even bij je zijn. Ik moet nog zoveel aan je vragen. Wat doet het ongelooflijk veel pijn? Zelfs na die tijd denk ik alleen aan wat ik voel voor jou. Kon ik nog maar bij je zijn? Kon ik nog maar echte liefde voelen? Ik weet nu wat ze toch leek het zo gewoon. Was je nog maar even hier, kon ik nog maar even met je praten, zoals we vroeger uren zaten. Was het nog maar zo, kon ik maar even bij je zijn. Ik wil nog zoveel aan je vragen. Wat doet het ongelooflijk veel pijn? Zelfs na die tijd denk ik alleen aan wat ik voel voor jou. Alles wat ik ooit bezit, dat zou ik laten gaan. Oh, als ik het maar uilen kon voor jou. Kon ik maar even bij je zijn. Ik wil nog zo. Zelfs na die tijd is dit gevoel niet te verdragen. Kon ik maar even naast je staan. Ik wil nog zo graag bij je horen. Als je nu maar niet zo ver bij mij vandaan, dan zou ik het kunnen laten zien wat ik nog voel voor jou. Ik wil je zo graag laten zien dat ik nog voel voor jou. Afscheid nemen bestaat niet. Ik
ga wel weg, maar verlaat je niet. Mijn lief, je moet me geloven. Al doet het pijn. Ik wil dat je me loslaat en dat je morgen weer verder gaat. Maar als je eenzaam of bang bent, zal ik er zijn. Kom als de wind die je voelt. Sukutrata tante
kreeg. Tu ben vergeten dei, di macandra vive meci prisiri. Gide papa, isna gide papa. Bam bam, het zijn die jongens van een B. Lil B, bro Spike. Het is die kleine stemmetje, Sarka man. Kassar, dit is voor al die vaders die hard werken man. Yeah. Mandu ala sawa manse wiki fuku ala dey go suka money ma mine lei e suka money ala dey eh mi wan krei dem chi mi papa i moto fro bobo na o sei ha do chufi peina peina di yo mut for me de ma yo father is wa sterak man is ter kar nan na me ne man di yo mi wan do ala sa mi na amor o trawa love you papa we 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 love you, papa, we love you. Speciale man, die duizend goed dingen kan. Monsters onder het bed zelf kan verslaan. Voor zulke kleine dingen gaat mijn papa niet slapen gaan. Hey, ik heb een speciaal voor u geschreven. Bij u wil ik altijd blijven. Wanneer kan ik alles krijgen? Papa, ik hou van je, dat weet je. Papa, we love you. Papa, we love you. Papa, we love you. Als ik moe ben, geef je mij een kan met water. Jij bent echt een lieve vader, om het kind op te voeden, ben jij een gangster. Ey, papa, nos bang na nga sa de taki. We na de wan sa lobby, te na dipi fuyati. En no one man no ma cobro ka sanidati. Papa, we lobby, brief me. Hey, papa, we love you. 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 Kande money no bende me shinyanya. Respect in nga lobby bende hila hila.
kan de prata no bede data no ala ala ulobi da chokishu yeri libi langa ma ano thari futorufa ulobi usorufa ulobi usorufa ulobi ano thari thorufa ulobi usorufa ulobi ma thorufa upapa we love you papa we love you papa we love you papa we love you papa we love you. Mama na you gudu, ma you papa na you brudu. Hier voor me zijn is een plek en dat hij doet, dus kan het leg. En de tunnel te mi denna ina dungru, give me pa me te kwa kubru, give me pa me te kwa kubru. Papa we love you, papa we love you, papa we love you. Papa we love you, papa we love you, papa we love you. Ding ding.
Me kona I face him as now. Because me love him. Me charges you, Masra, because me love you. Me no ma glory more in you to tie you, for me love you, Masra. And this is the special to you, Masra. Me come back on you face, me call you name Masra. Guru lazy me bengong kaba, but no the space root. Me no kung fu ak see you bless, mam kung fu tagi you this Masra. Me one fu tagi you. Me love you. Me come back on you face. Me call you name Masra. Furu lazy me ben con kaba. Man no the space root. Me no kung fu ak see you bless. Mam kung fu tagi you. Me one foot I give you, me love you. Me love you. That na summit I give you. And me some that yes, she me ati. De in a deep grong in me. Me love you. Smano daddy gets you. Me no man who hold is in me loving you. Me come back on you face. You been 1 year ago. Then blessed him then I see you again and again. Mami no man who hold is in me. Me one who take you this Masra. Again me take you. Me love you. Me love you. That na same time you. And me some that yes, she me ati. De in a deep grong in me. Me love you. Smano de. Me one foot I give you, me love you. Me love you. That na summit I give you. And me sob that yes, she me ati. They in a deep grong.
see me fall too. And pay me in there.
Okay, what's the point there? Just turn it. Wat is door? Thank you.
Margaret,
Thank you.
Thank you.
Bella di lei, yeah. Yan na bin, hindi rin. Bakit yung mara din si Kanto? Lalo dito rin. Solo ka na? Yeah. Kung umuhin? Anan. Okay. Bakit siya? Thank you.
pikiran kontrol mo. May yakin ko kung ano ang kasi ko. Thank you.
Thank you.
De aanwezigen, in het bijzonder Sherida, Antoine, Margaret, Diana, Ernie, u allen hier bij elkaar komen om uit handen te geven, Edward Sjoerd Albert. Hij is van ons heen gegaan, hij heeft mogen leven onder ons en met ons. Een leven is vanaf de geboorte voortdurend afscheid nemen, loslaten om verder te gaan. Jezelf verliezen om jezelf weer terug te vinden. Leven is het risico nemen van de graankorrel om vruchten voort te brengen. En als mens ervaren wij dat afscheid nemen het moeilijkste is in het leven. We leren het nooit goed. Maar als gelovigen hier bij elkaar samen, mogen we weten dat we nooit afscheid nemen van het leven. Want we weten dat Gods liefde ons nooit loslaat. Wat een eind lijkt, wordt een nieuw begin. Een begin van het echte leven. Dank dat u hier wilt zijn bij dit uit handen geven van Edward. En terwijl buiten het jachtig leven gewoon doorgaat, staat hier op dit moment de tijd even stil. Gisteren maakten we nog plannen voor de dag van vandaag. En dan worden we toch helemaal ondersteboven geworpen. De dood is ingetreden. En met de dood in huis gaan we anders om. We voelen anders, we denken anders. Maar hoe vaak wij ook horen spreken over sterven, de dood van Edward is toch uniek. Het gebeuren van de afgelopen dagen lijkt nog niet helemaal tot ons door te dringen. Maar één ding is ons nu wel duidelijk. Nooit meer zullen de dagen zijn als toen hij nog bij ons was. En in deze uitvaartplechtigheid hedenmiddag komen we samen met ons hart vol verdriet. Dat er dan een woord van troost mag oplichten in ons hart. En mag dat woord ook ons leed draaglijker maken. We zingen lied 1.
op bladzijde 1. Abba Vader, u alleen, u behoort, ik u. Wij behoren u toe. Wij die zeggen dat ons hart nooit koud mag zijn. Wij die zeggen, houd ons vast. Wij die hier zijn bij elkaar op deze middag, 8 september 2022. Wij die nog niet ten volle kunnen begrijpen waarom Edward van ons is afgenomen door u. Er is droefheid, omdat hij niet meer op tot ons kan spreken. En het kan toch niet zo zijn, o God, dat wij tevergeefs lief hebben. En dat liefde die ons mensen aan elkaar bindt, bij de dood wordt afgebroken. Dat kan toch niet. Maar helpt u ons hedenmiddag te geloven dat Edward nu bij u leeft in vreugde. Heer, schenk ons die bewustzijn, dat bewustzijn dat hij leeft bij u in vreugde. Opdat ons leed, ons verdriet draaglijker wordt. En we vragen het, o God, aan u, door Christus Jezus, uw Zoon, die is onze Heer. Amen.
we zingen van lied op bladzijde 3, Mijn Jezus, ik hou van u, vers 1 en 2. Psalm 62, stilheid en vertrouwen. Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, van Hem is mijn heil. Waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht. Ik zal niet te zeer wankelen. Hoe lang zult Gij op een man aanstormen? Gij allen zult omvergestoten worden als een hellende wand, een neerstortende muur. Waarlijk, zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten. Zij scheppen behagen in leugen. Zij zegenen met hun mond, maar in hun binnenste vloeken zij. Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van hem is mijn verwachting. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht. Ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Vertrouwt op Hem te alle tijden, o volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is ons een schuilplaats. Waarlijk, een ademtocht zijn de geringen, een leugen de aanzienlijken. In de weegschaal gaan zij omhoog, tezamen lichter dan een ademtocht. Vertrouwt niet op verdrukking, stelt geen ijdele hoop op roof. Als het vermogen aanwast, zet het er hard niet op. God heeft eenmaal gesproken en ik heb dit tweemaal gehoord. De sterkte is Godes. Ook de goede tierenheid, o Heere, is uwe, want u zult een ieder vergelden naar zijn werk. Een tekst die Edward kreeg bij zijn belijdenis op 9 mei 1965 is vers 9. Vertrouw op God te allen tijden. Dankbaar zijn we dat we dit woord kunnen horen hedenmiddag. En we mogen ook die woorden in het hart bewaren. Laten wij proberen als mens naar deze woorden te leven. En we zullen het niet alleen doen. We vragen God ons hierin bij te staan. Halleluja. Amen. We zingen vers 3 en 4 van hetzelfde lied. Mijn Jezus, ik hou van u.
Mogen doen in de kerk van de broedergemeente. Vertrouw op God te alle tijden. En we zien hoe de schrijver, en ons wordt toevertrouwd dat de schrijver van deze woorden David is. Opnieuw is te zien hoe hij vanuit de problemen die hij ervaart in zijn leven, toch telkens weer leerde om op God te vertrouwen. Hier keert zijn ziel zich stil tot God. En misschien hebt u dat vaak genoeg ook geprobeerd. Om vanuit het woelige leven, het leven met alle ups en downs, stil te worden. En te proberen te vertrouwen op God. Maar wanneer je dat doet, dan merk je dat je gedachten toch maar doorgaan. En dat was bij David ook het geval. Hij heeft zijn vertrouwen in God uitgesproken. En dan merkt hij dat mensen weer met hem bezig zijn. Mensen die hem wat proberen te doen. En dan moet hij tot zichzelf praten. En dan zegt hij, ik luister niet naar hun. Nee, ziel, mijn ziel, keer je stil tot God. Keer je tot de praatjes, laat maar gaan. Richt je op God. Het is prettig te merken dat David zijn problemen niet verschuilt. Hij komt naar voren met zijn problemen. De woorden die hier staan zijn niet lichtvaardig op te nemen. We kunnen niet zeggen, ja, iemand heeft problemen. En dan zeg je maar, je moet op God vertrouwen hoor. Of je moet maar bidden. Dat is goedkoop. Is heel goedkoop aan te voelen, met die ander mee te gaan, alvorens je die woorden uit, vertrouw op God. Want God werkt in en door ons mensen. God is zichtbaar in en door ons. Als we naar onze omstandigheden kijken, dan zijn er soms meer dan genoeg redenen om te zeggen, ja, ik moet me wenden tot de Heer. Maar laten we het ook van een andere kant bekijken. Laten we het van Gods kant bekijken. Heeft God niet nog meer redenen dat wij ons tot hem wenden? God wordt gezien als een rots. Want, zegt David, bij God heb ik vaste grond onder de voeten. God is mijn burg, een fort. Geen enkele vijand kan me iets maken. God is er om mijn eer te redden. Ik hoef die eer niet zelf te gaan zoeken. Ik hoef me geen zorgen te maken over leven. Want God is mijn heil. Ja. Maar het leven. In het leven voel ik mij tekort geschoten. In het leven ervaar ik dat ik geen kracht heb. Maar waar komt dan die kracht? Kracht komt van God. En zegt David, omdat die kracht van God komt, heb ik dus geen enkele reden om te wankelen. Ik heb juist alle reden om mij op God te vertrouwen. Om alles van hem te verwachten. God was zijn schuilplaats. God is mijn schuilplaats. Ik hoop voor u ook. Maar ik ben er zeker van dat God ook de schuilplaats is geweest
voor Edward. Dat Edward in zijn leven steeds weer getoond heeft. Dat hij vertrouwen heeft. Vertrouwen in God. Hij wist zich veilig. Hij wist zich geborgen. Aan u en aan mij de vraag. Voelen wij dat ook? Ervaren wij dat ook? Dat we werkelijk bij God geborgen zijn. Ervaren we dat we bij God kunnen uithuilen. Dat we ons, als het ware, mogen plaatsen in die armen van God. En mogen nestelen bij Hem. Edward heeft een mooi leven gehad. En in dat leven heeft hij telkens weer tentoongesteld dat hij zich nooit alleen heeft geweten. Ja, er zijn mensen om hem heen geweest. Jong tot oud, groot tot klein. Maar er was maar één ding zeker. Die God in wie ik geloof, heeft mij nooit verlaten. En daarom denk ik dat de dominee hem toen deze tekst heeft meegegeven. Vertrouw op God te alle tijden, onder alle omstandigheden, hoe het leven er ook uit mag zien. Vertrouw op God. En Edward heeft dat waar gemaakt. In zijn doen, in zijn handelen, in zijn spreken, in zijn denken. Hij werd geboren op 18 december 1939 te Paramaribo. Als zoon van Helene Alward Lashley en Julius Alward. Hij was van de 8 overgebleven kinderen het 5e kind in het gezin. Hij heeft de Sint-Aloysius-school mogen bezoeken en daarna de Sint-Paulus-school en vervolgens de Surinaamse preekschool. Van Edward mag gezegd worden dat hij altijd een ijverige leerling is geweest. Hij heeft alle scholen, alle klassen vlot doorlopen. Want op 18-jarige leeftijd werd hij onderwijzer. Waar vind je dat vandaag de dag? En vanwege zijn pientenheid werd hij door vrienden en familie ook wel kop genoemd. Koppie, knappe kop had hij. Maar niet alleen wat erin zat hoor, ook dat uiterlijk was knap. Op 22-jarige leeftijd trouwde hij met Arnoldine ten Katen. En in het huwelijk zijn geboren Margaret en Diana, zijn twee prinsessen. Helaas in 1984 kwam er een eind aan dit huwelijk. En op zijn verjaardag, 18 december 1995, hij werd 56, trouwde hij met Sherida Braafheid. En ik mag u vertellen dat ik bij dat huwelijk ben voorgegaan. Ik was nauwelijks predikant geworden in oktober. En hun huwelijk was het eerste huwelijk dat ik mocht sluiten als predikant. En wel thuis aan de Albertlaan. Samen met Sherida krijgt dan Edward Antoine, hun prins. Edward heeft gedurende 38 jaren zijn krachten gegeven aan het onderwijs in Suriname. Hij mocht de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde verzorgen. Van wiskunde heb ik geen snars in mijn hoofd, van natuurkunde ook niet, van scheikunde wel. Hij hield van zijn gezin, van zijn vrouw, van zijn kinderen. Hij hield van zijn familie. Hij heeft heel veel interesse voor sport gehad en voor medische programma's. Ook van de dagelijkse actualiteiten. Hij heeft vaak gefietst in zijn jongere jaren. En hij was heel zuinig en netjes op zijn spullen. En ik denk dat hij daarom fietste op de manier waarop hij fietste. Zijn voet kwam nooit helemaal op het pedaal. Want die schoenen mochten niet vies worden. Hè? Hakken op het pedaal. Ja? Heel netjes was hij. Hij kon precies weten als iemand bij hem in de kamer is geweest. Want je bent langs zijn bed gelopen. En die laken heeft er vol gehad. En hij kon meteen zeggen, was maar kon je niet kamer. Ja? Hij heeft ook graag zijn medemens geholpen op velerlei gebied. Met name zijn leerlingen. Edward grapte niet met de tijd. En met zijn afspraken. Pietje precies.
We kregen vandaag de tijd door voor de dienst om 4:00 zouden beginnen. En ik kom aan en ik hoor van de dragers, dominee, om 4:30 gaan we dansen. Ik zeg, ha? Dan hebben we maar een 30 minuten dienst. Dat kan. Nee, dan gaan we eerder beginnen. Daarom zijn we eerder begonnen. Om de ruimte te krijgen, te doen wat we moeten doen. Hij was iemand van de tijd. En afspraak. En hij heeft vriendschappen gesloten voor het leven. Met Herman Schouw. Met Ronald den Kaart. Met Tony Molens. En met Humphrey Berggraaf. Oftewel Schaff. Deze mens. Edward, Jules, Albert. Zullen we missen. Missen om wie hij was. In zijn eenvoud was hij ook makkelijk. Aan de ben djoegedoe. Als hij vond dat er geen tijd genoeg was voor iets, om iets klaar te maken bijvoorbeeld, dan zou hij zeggen, dan bestellen we toch. Zo makkelijk ging dat. Margaret, Diana en Antoine hebben ook wat over hun vader neergezet. En ze hebben mij gevraagd hoe dat voor te houden. Edward, Jules Alward, onze lieve papa. Niemand anders was zoals hem. Hij is hun grootste inspiratie geweest. Niet alleen een natuurkunde of wiskundeleraar, maar hij was een leraar van het leven. Hij genoot van het voeren van zinvolle gesprekken en discussies. Heel jammer. Kunnen we de aandacht weer brengen? Ja. Ja? Alsjeblieft. Edward genoot van het voeren van zinvolle gesprekken en discussies. En hij kon je zelfs in een privé-setting een natuurkundeles bijbrengen. Hij hielp heel graag en had de vaardigheden om een ieder, maar vooral zijn studenten te helpen hun angst te overwinnen. Door hen een veilig gevoel te geven en dat waarvoor ze vreesden op een eenvoudige manier uit te leggen. En die krachtige uitstraling die hij bezat was misschien in het begin voor velen angstaanjagend. Maar heel gauw kreeg je door dat hij een hart van goud had en dat zijn strenge houding gewoon zijn stijl was. Niet zomaar werd hij op school soms zuurtje genoemd. Hij vertelde zijn kinderen over zijn jongere jaren toen hij nog vaak bokste. Dus je moest geen grappen maken met hem of zijn geliefde. Anders lag je zo knock-out op de vloer. Hij hield verder nog van hardlopen, tafeltennis en voetbal. Een self-made man. Hij had een onbesproken gedrag. En hij heeft al zijn doelen kunnen bereiken door zijn ijzeren discipline, zelfrespect, doorzettingsvermogen. Maar niet te vergeten zijn fijne people skills. Waardoor hij vaak, zodra hij een oud-leerling tegenkwam, zonder om het zelf te vragen, een voorkeursbehandeling kreeg. En dan zei hij vaak, ja, dat gezicht ken ik nog. Maar die naam ben ik kwijt. Edward was een loyaal mens. En dat kon je zien aan de manier waarop hij standvastig vriendschapsbanden onderhield met vrienden uit zijn jongere jaren. Hebben we de namen daarnet genoemd. Een man van de tijd, zeiden we. Lijstjes, schema's maken bij het leven. En daarom is het niet vreemd dat hij jarenlang de roosters op de A.R. Lewinschool, waar hij directeur was, het grootste deel van zijn carrière heeft gewerkt, vol plezier en precisie wist op te stellen. Natuurlijk maakte hij ook in zijn privéleven lijsten voor alles. Van boodschappen tot trips buiten de stad. En zelfs voor het spelen, voor het ontspannen, maakte hij een lijst voor de benodigdheden. Als ook een stappenplan om het doel op een zo efficiënte en plezierige manier te kunnen bereiken. Maar in dat tijdbestek kon hij bijvoorbeeld ook aan Antoine zeggen, je gaat nu spelen, maar je moet op zo'n uur binnen zijn. En dan had Antoine geen keuze dan zijn wekker te zetten tijdens het spelen. En als die wekker afging, ja, je moet naar huis, hè, want papa wacht op je. Edward geloofde in het hebben van duidelijke doelen
die uiteindelijk hebben geholpen bij jullie vorming als kinderen tot de mensen en de professionals die jullie nu zijn. Hij heeft jullie steeds aangemoedigd om altijd je best te doen, om in alles wat je wilt bereiken het beste resultaat te willen halen. Hij zag, voordat jullie dat zelfs door hadden, jullie capaciteiten. En hij heeft jullie streng maar liefdevol in die richting opgeduwd. Edward heeft jullie de waarde van familie, liefde en hard werken bijgebracht. Niet omdat hij het jullie heeft verteld, maar gewoon door zijn manier van leven was hij gewoon het voorbeeld. Zo zorgde hij ervoor dat jullie op gezamenlijke familieuitjes een band konden opbouwen. En zelfs in zijn laatste dagen was hij onzelfzuchtig en hij wachtte totdat jullie allemaal bij elkaar waren om er zeker van te zijn dat jullie allemaal samen waren om elkaar ook te troosten. De laatste woorden die jullie met hem hebben kunnen delen, terwijl jullie elk met zijn hoofd vol grijze haren speelden, waren steeds weer diezelfde woorden waarmee jullie iedere zondag videocall eindigden. I love you. En jullie zeggen als kinderen, rust in vrede, pa. Wij zullen uw sterke wil, uw kracht en uw discipline altijd blijven bewonderen. En we zullen uw warmte en liefde heel erg missen. En die zullen we jammer genoeg niet meer fysiek voelen. Maar we houden dat voor altijd vast in ons hart. Tot zover de woorden die Margaret, Diana en Antoine hebben neergezet om vandaag te delen met u als aanwezige hier in deze dienst. Lieve mensen, vertrouw op God te alle tijden. Het is gezegd. En we mogen met recht zeggen, ja, Edward heeft deze woorden ten volle nageleefd. Door te vertrouwen op God, te alle tijden, onder alle omstandigheden. Amen. We zingen een lied en dan na dit lied vraag ik mevrouw Lydia, die namens Sherida enkele woorden tot ons zal richten. We zingen lied nummer 15, Rust mijn ziel, uw God is koning. Lobby Ed. Als 16-jarige tiener
leerde ik Ed kennen als mijn natuurkundeleraar. Hij was in de klas vrij streng, maar ook prettig als onderwijzer. Omdat hij tijdens het lesgeven je direct leerde hoe je moest studeren om een goed cijfer bij hem te kunnen behalen. Geheugensteuntjes en tips werden aan ons geleerd en er werden tijdens de les ook nog grappen gemaakt om een beetje te ontspannen. Vele leerlingen konden in de pauze een babbeltje met hem maken, waaronder ook ik. Er groeide sindsdien een zekere band. Op mijn 18e, mijn vriend, u begrijpt dat mijn... Op mijn 18e werd Ed mijn vriend. Op mijn 23e gingen wij samenwonen. En op mijn 33e zijn wij getrouwd op 18 december 1995. Op 25 april 1989 werd onze zoon Antoine geboren. Ed was een liefhebbende en zorgzame man en vader. Hij deed heel veel voor ons, van huishoudelijk werk tot het helpen met schoolwerk enzovoort. Hij kon ook heel streng zijn, was erg punctueel en maakte echt geen grappen met de tijd. Dat hebben we vaak gehoord, hè? We kunnen het van hem overnemen. Hij was ook erg trots op zijn vrouw en kinderen. In gesprekken met familie en vrienden vertelde hij altijd alle nieuwtjes en bijzonderheden over zijn vrouw en kinderen. Hij verwende ons zoveel hij kon. In de beginjaren van ons samen zijn waste hij vaak, maakte het huis schoon. Toen Antoine baby was en in de nacht wakker werd, haalde hij hem uit bed en legde hem naast mij neer. Haalde zijn pap en lette erop dat ik niet in slaap viel tijdens het voeden van Antoine. Hij was altijd betrokken bij nieuwe activiteiten van mij. Als ik de verschillende opleidingen volgde, probeerde hij ook altijd iets te leren, zodat hij mij ook kon helpen als ik iets niet begreep, door het beter aan mij uit te leggen. Na 38 jaren werken ging Ed met vervroegd pensioen, mede om meer aandacht aan Antoine en mij te kunnen besteden. Bij hem kwam zijn gezin altijd op de eerste plaats en dan de rest. Hij vond het prettig om familieactiviteiten te ontplooien. Dus werden er in de vakantie familieuitjes georganiseerd. Hij wilde altijd zijn schoonfamilie erbij, vooral zijn schoonouders. Ook voor hen had hij een aparte liefde en probeerde hun ook te verwennen. En hiermee wordt bedoeld, hij probeerde hun te verwennen. Hij heeft er alles aan gedaan om ze te verwennen, want het is hem gelukt. Toen bij Ed de tumor werd ontdekt en hem gevraagd werd als hij de operatie wilde ondergaan, heeft hij een paar keren ja gezegd tegen de uroloog. In een gesprek met zijn internist gaf hij aan dat hij de operatie wilde, omdat hij nog voor mij, Sherida, wilde zorgen. Zie weer zijn bezorgdheid voor zijn vrouw in plaats van zichzelf. Ik vroeg hem als hij niet bang was. Hij zei, nee hoor. Maar ik zei hem dat ik dan bang was voor hem. Ik vond het allemaal eng wat er stond te gebeuren. Het was zeer pijnlijk om hem zo onbeholpen daar te zien liggen. Maar ik geloof erin dat hij nu op een betere plek is, waar hij geen pijn meer heeft. Maar ik mis hem heel erg.
Zelfs in het ziekenhuis, tijdens het dialyseren, vertelde hij de zusters hoeveel hij van mij hield en dat ik een lieve vrouw was. Zodra ik op bezoek was, zei hij me dat ik hem niet moest verlaten en dat hij heel veel van me hield, voor altijd. Dat neem ik mee in mijn hart, Migudu. Bakaboom. De bedoeling was dat Sheringa dit zelf zou zeggen, maar u ziet het, ze is emotioneel. Dus ik ga door met het vertolken. Dat neem ik mee in mijn hart, Migudu. Bakaboom. Till we meet again. Share. Ja, en als je als laatste praat, dan heb je het gevaar dat het gras voor de voeten wordt weggemaaid. Hè? Maar we zullen meteen beginnen. Dus, de hele familie die ons voorgegaan is, Pajol 17 maart 1971, Lloyd als eerste, daarna Ma, Agnes, Sonja, Nadia, Carla, Rita. Die zijn hem allemaal voorgegaan. Als zoon was hij heel respectvol. Voor zijn moeder had hij een aparte liefde. Een knappe, handsome, intelligente jongen die het op school heel goed deed. Door zijn vrienden, dat is aan gezegd, werd hij ook kop genoemd. Julie en Helene waren heel trots op hem. Hij plaatste al heel vroeg, ook gezegd, de puntjes op de i. Heel secuur. Vandaar zijn keus om later een van de exacte vakken natuurkunde te gaan studeren. Daar mag je bij proeven vooral geen fouten maken. Hij stond heel vroeg al voor de klas, een geboren onderwijzer. Hij werd toen naast kop ook Matt genoemd. Ik heb veel reacties van oud-leerlingen en studenten gekregen, zowel op de app als op Facebook. Bijvoorbeeld Muriel Berggraaf, dan Jan. Die zegt, 47 jaar geleden was hij mijn natuurkunde leraar. Hij zei altijd, je vrouw hoeft geen schoonheid te zijn, maar ook wil ook wat hebben. En we lachten allemaal erom. Hij was altijd beleefd, respectvol ten opzichte van zijn oud-leerlingen. En ze eindigde met, Tani, meester Alwa. En dat was 47 jaar geleden heeft ze hem gehad. Lilian Blankendaal heeft ook een stuk gestuurd. Ik zeg, hij was professioneel. Dr. Ben Ravenberg ook. Ik zei, hey, deze meneer, dat is op Facebook, deze meneer was mijn natuurkunde leraar. En hij was ook directeur. Hij heeft ook oud leerlingen hier, meneer Belfort en Ernie. Met die was hij dus bijna elke dag bezig. Als broer hielp hij ook met opruimen in huis, want hij wilde altijd netheid, dus de oefening, hoewel er 5 meisjes waren. Maar die waren vaak weg, omdat ze in Pommewijnen werkten als leerkracht. Nadia, Agnes en later ook Carla, een echte onderwijzersfamilie. De kinderen in het gezin trokken op een groepjes van 2, Sonja, Nadia, Agnes, Carla, Edward, Rita, Lloyd en Ernie. Rita was zijn maatje, maar hij was mijn beschermengel. Hij harkte het erf tegen 5:30 en je mocht geen grasprietje zien. Niemand ging daarmee naar buiten, want om 6:00 moest, zoals wij het zeggen, iedereen gebaat zijn. Daarna ging hij alle 16 paar schoenen poetsen, elke dag. Zijn schoenen gingen niet kapot, dat ik naar voren gehoord. En terwijl hij poetste, en ik was heel klein,
volgens mij eerste klas of zo. En dan was ik bezig met Duitse dingen. Der Beer, der Plus, der Vuur, der Vuur. En ik weet nog dat het eindigde met der Ox, der Plus, der Spat, der Toor. Terwijl hij koetste zijn schoenen, dat had ze licht gaven. Dan zei hij die rijtjes op. Hij was onafscheidelijk van zijn fiets, die natuurlijk ook blond. Hij fietste overal naartoe en hij trapte dus met zijn hakken omdat zijn schoenen geen vouw mochten krijgen. Hij hield van voetballen met jongens uit de buurt. Hij was dus ouder, dus de jongens speelden tegen hem en ik was altijd in zijn team. Eigenlijk leerde hij de jongens de regels. Tafeltennis was waar hij het meest van hield. Hij is vaak kampioen geworden in patronaat, daar waar on stage nu is. Ook troefpolen, met berekeningen natuurlijk, hoeveel troeven er nog waren, was zijn hobby. Vriendschappen, dat is ook al gezegd, waren heilig voor hem. Vrienden die hij bij zijn dood ongeveer 70 jaar kende. Oud-studenten die hem belden. Door een van de vriendschappen ook van het traject van zijn eerste huwelijk. Zusje van zijn vriend werd zijn vrouw. En omgekeerd, zijn zusje werd de vrouw van zijn vriend. Hij zei die tijd, ik wil graag twee dochters en een zoon. God is hem genadig geweest. Eerst de dochters, want dan weet ik dat ik op mijn oude dag zeker mijn bordje soep kreeg. De verrassing hierbij is dat de zoon tot het laatste moment ook voor hem heeft gezorgd. De meisjes, Margaret en Diana, vertrokken naar het buitenland en wonen er tot vandaag. Ze hadden wel een speciale dag waarbij ze intens contact hadden en waarbij ze overvlogen. Hij was beren trots op al zijn drie kinderen. De twee dochters uit zijn eerste relatie, die helaas geen stand hield. Voor een jonge man is het moeilijk om alleen door het leven te gaan. Hij gaf ze over de kost. Was het dat onnozelige zegje dat zijn hoofd deed tollen? Of waren de uit de natuurkunde bekende Maagdenburger halfbollen die aantrekkingskrachten op hem uitoefenden. De werking van krachten komt veelvuldig voor en kan op verschillende manieren tot uiting komen. Tegen de magnetische kracht die optrad kon hij niet meer vechten. Eindresultaat, de relatie met Sherida Braafheid begon. Uit deze relatie werd Antoine Leroux geboren. Hij was ook heel trots op Antoine, die net als zijn vader zijn best deed op school. Antoine heeft ook tijdens zijn ziekte laten zien dat ook een zoon goed voor zijn vader kan zorgen. Hij heeft samen met mam Sherida keihard gewerkt om het nog te redden. Ik had echt bewondering voor beide. Ze renden van God naar her. In deze tijd van stakingen enzovoort. Niets was te veel voor ze. Thanks daarvoor, Antie en Cher. Ook thanks aan Margaret en Diana, op wie hij gewacht heeft. Hij heeft gewacht op ze. We hebben via jullie standplaats ook van alles en op wat gedacht. Tot slot, mijn broer Ed. De liefste broer. Die nooit een hard woord tegen me heeft gezegd. Hij was mijn beschermengel, mijn steun en toeverlaat. Juist toen hij ziek werd, kreeg ik een zware griep. We communiceerden via de videocall. Gelukkig dat we door de technologie elkaar nog konden zien en met elkaar konden praten. Ik ben zo dankbaar dat Lionel me wederhelft en ik op het laatste moment ook bij hem waren. Hij was omringd door zijn dierbaren. Sherida, zijn kinderen, mijn kinderen, zijn schoonfamilie. Vroeger gebeurde hij het dat hij ons, Lionel en ik, af en toe een kijkje gaf in zijn hart. Hij zit nu wel vast in mijn hart, dicht bij Lloyd, die ons vroeg heeft verlaten. Lijfelijk ben ik nu alleen, de enige die over is uit het oorspronkelijke gezin. Hij zal zich daarboven zeker bezighouden met communicerende vaten en het zorgelijk gewicht van spullen. Jammer dat geen enkele zwaartekracht of andere kracht hem terug kan brengen. Dat vragen we ook niet. Laat hij hem gaan rusten in vrede. Hij heeft hard gewerkt. In zijn prille jeugd, toen hij nog niet van Archimedes had gehoord en hij een keer bijna was verdronken,
Dankzij lief Otmar, die hem aan zijn haar greep en naar boven trok, liefde hij nog meer langer dan 75 jaar geliefd. Liep hij toen, zoals hij zei, al door een mooie bloementuin. Nu mag hij gaan wandelen in die mooie tuin, deze heer, naar wiens leer hij probeerde te leven. Ik ben nog steeds op zoek naar het woord dat zeggen wil dat hij de liefste broer voor mij is geweest. Wat al nu, tegen de wil van God kunnen we niet vechten. Dat hij dus ik let op de tijd, omdat ik geen problemen wil met de mensen van de uitvaartonderneming hier. Maar ik kreeg het verzoek van Kokriti, koor waar jij in zingt, dat ze een lied ten gehoor willen brengen. Mag ik de mensen van Kokriti vragen dat nu te doen? En ik vraag u maar één nummer ten gehoor, problemen met de uitvaartonderneming hier. Het was van de tijd. Now you live.
Laat ons bidden. Vrouw God, God, u bent leven, u bent licht, u bent trouw en u neemt niet zomaar terug wat u eens in liefde hebt gegeven. Daarom vragen wij u hedenmiddag, bewaart u Edward Jules Alward als uw licht in ons hart, als een zegen die ons nooit verlaat. Heer, u die dit leven hebt gegeven, blijf het voor altijd behouden. U kent ons geloof, u kent onze pijn, schenk ons dan de moed om nu ook ons leven in uw hand te leggen, samen met Edward, die nu bij u leeft, in alle eeuwigheid. We komen zo tot u, Heer, en we vragen datgene dat op ons hart ligt, datgene dat in onze gedachten ronddwaalt, om dat te accepteren. En we willen samen bidden die woorden die Jezus uw Zoon ons heeft geleerd. En we zeggen, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. En leid ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Mag ik u de zegen, als het ware, voorhouden van God. Ontvangt u de zegen van de Heer. De Heer zegene en hij behoede u. De Heer doet zijn aanschijn over uw lichten en hij zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u allen. En hij geeft u zijn vrede vandaag en iedere dag weer. Degenen die nog geen afscheid genomen hebben, wil ik vragen dat nu te doen. We hebben niet de tijd om een collecte rond te gaan, maar we willen u vragen als u bij de deur in de mand of iets wilt zetten voor de diakonie van de kerk. Zuster Cecilia? We zingen samen lied 19. Ik zie een poort wijd openstaan. Lied 19. Thank you.
De bedoeling is dat er dan gedanst wordt met de kist waarin Edward ligt en dan naar de open groeven te gaan. Familie super met afscheid nemen. Sali kumpulu kriwa tranawai ke faahati marrel pinote dia wikengki alwan seyo kriya ya kongo doi doi kongo doi doi kongo doi doi vilo vibrada kongo doi doi kongo doi doi kongo doi doi vilo vibrada Famiri brada en sisa ununa nga hemben kongwenti kaba matok na yuru ben kondi visita kiwina nga hemben samusu platia ya kongo doi doi kongo doi doi kongo doi doi vilo di brada kongo doi doi kongo doi doi kongo doi doi Di masaulas na fayaw nung truwing gawi Usuko na asisi na drape ade Iandawi miti makandra futang ya Marke fuklati wiyo sumasamang yaya Kongo doi doi, kongo doi doi Kongo doi doi, bilo vibrada Kongo doi doi, kongo doi doi Fano sa blade dang mar blade dang ya de ade na ye
Free for and free, they are free.
Hallo, hallo. Ja, maar je komt. Hallo. Ja, maar wat telefoon doen. Ah, wacht een minuut voor, met de pauze. Ja, maar je komt. Ik word er niet voor. Wacht een minuut. Maar nog een keer. Ja, daar komt. Ja, die is er uit. Deze lijntjes, lijntjes, lijntjes. Ik heb een beetje 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 een beetje
son ten temido. Medrai lo che fai sri. Walla singing sweet dream, so make me up all let a fire in a dum runetia. Ne wan praxeri te kimi. If me no sandwich, tamar. Sa sabo di palovi de di me chagia in mi hati ef tamara no sa fumo vai on sandi tak mi lo los laat en
dat je morgen weer verder gaat. En als je eenzaam of bang bent, zal ik er zijn. Kom als de wind die je voelt en de regen. Op wat je doet als het licht van de maan. Zoek me in alles, dan kom je me tegen. Fluister mijn naam en ik kom eraan. Zie wat onzichtbaar is, wat je gelooft. Open je ogen maar. Thank you.
Was het nog maar zo, kon ik maar even bij je zijn. Ik wil nog zoveel aan je vragen. Wat doet het ongelooflijk veel pijn. Zelfs na die tijd denk ik alleen aan wat. Alles wat ik ooit bezit, dat zou ik laten gaan. Oh, als ik het maar huilen kon voor jou. Kon ik maar even bij je zijn. Ik wil nog zoveel aan je vragen. Wat doet het ongelooflijk veel. Zelfs na die tijd is dit gevoel niet te verdragen. Kon ik maar even naast je staan. Ik wil nog zo graag bij je horen. Als je nu maar niet zo ver bij mij vandaan. Dan zou ik het. En laten zien wat ik nog voel voor jou. Ik wil je zo graag laten zien dat ik nog voel.